is deze week weer even goed opletten voor het verkeer op de kruising van de Oostwal en de Molenstraat in Os. De verkeerslichten zijn namelijk uitgeschakeld en de auto's en fietsen moeten nu de goede kant op gewezen worden door een aantal verkeersregelaars in opleiding. Het gaat om een groep ambtenaren van de gemeente Vught. Wij hebben een cursus georganiseerd voor onze buitendienstmedewerker verkeersregelaar. En we hebben vanmorgen in Vught een oefenende stage gehad op een normale doorgaande weg. En we zochten een kruispunt. En in Os is een kruispunt wat op meerdere dagen gebruikt wordt voor dit soort activiteiten. Dus we zijn met degene die de cursus organiseert deze kant in gegaan. En wij lopen nu zeg maar een soort stage. Waarbij morgen nog een keer een vervolgoefensessie is. En dat wordt afgesloten met een examen op deze locatie. In totaal zijn 18 medewerkers van de buitendienst van de gemeente Vught deze week in Os aan de slag. Met als doel dus een officieel verkeersregeldiploma te behalen. Maar waarom eigenlijk? Wij worden met regelmaat ingezet voor allerlei hand- en spandiensten bij de brandweer. En een maand of anderhalf geleden hebben we een situatie meegemaakt dat onze de slagboom van de spoorwegen niet functioneerde. Vervolgens zijn onze buitendienstmedewerkers opgeroepen om daar te gaan posten en het verkeer te reguleren. Alleen dat was dus niet zo'n succes omdat men niet wist hoe het moest. Mensen hadden geen status, waren geen geldige legitimatie voorhanden, waren niet bevoegd. Dus we hebben gezegd van zal ons geen tweede keer meer gebeuren. Wij gaan vervolgens een cursus organiseren. Dinsdag mochten deze ambtenaren één voor één midden op het kruispunt gaan staan, onder begeleiding van de instructeur. En dan maar eens kijken of de geleerde theorie ook in praktijk gebracht kon worden. Nou, ik moet zeggen, als je het zo ziet dan denk je van, wow, doe ik wel even. Maar als je daar staat en langs vierkanten komen de fietsers, de voetgangers en het verkeer op je af, dan moet je wel even achter je oren krabben als je er überhaupt tijd voor hebt. Je moet ontzettend goed opletten, vier richtingen in de gaten houden. Nou, je moet een beetje resoluut een bepaalde pose uitstralen. Niet twijfelen, want dan gaat het verkeer ook twijfelen. Het valt zwaar tegen. Ik hoor het van al mijn collega's. Ja, het is even wennen. En luisteren de mensen wel een beetje? Jawel. Ik moet zeggen, het geeft ook wel een kick dat je met een bepaald hesje aan mensen kunt verplichten om te stoppen. Dat doet wel iets, vind ik. Het verkeer op de kruising Molenstraat-Oostwal wordt nog tot en met vrijdag geleid door de verkeersregelaars in opleiding. Daarna gaan de stoplichten gewoon weer werken. Ja.